Op 1 juli 2013 gaat de huurprijs van uw woning met 4% omhoog. Voorheen was de jaarlijkse verhoging gelijk aan de inflatie. Dit jaar is het dus meer dan u van ons gewend bent. Dat zit zo. In maart is het woonakkoord goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dit heeft grote gevolgen voor u als huurder. De regering heeft namelijk een groot financieel probleem. Minister Blok van Wonen vindt dat alle woningcorporaties hieraan mee moeten betalen. Daarvoor is de verhuurdeheffing bedacht een soort belasting. Op het verhuren van een goedkope huurwoning. Die belasting is erg hoog. De woningcorporaties in Nederland moeten samen 1,7 miljard euro per jaar betalen. Voor een woonbedrijf komt het neer op ongeveer 25 miljoen euro per jaar. Wat gelijk is aan twee maand huren van alle woningen. Om de verhuurderheffing te kunnen betalen, zou woonbedrijf de huur stap voor stap tot gemiddeld 80 euro per woning moeten gaan verhogen. Wij hopen die extra bijdrage op ongeveer de helft te kunnen houden. Gemiddeld is de huur van alle woningen straks in 2017 ongeveer 40 euro per maand extra gestegen. Om de andere helft van het bedrag bij elkaar te krijgen, gaat Woonbedrijf kijken naar andere mogelijkheden. Dit betekent. Minder onderhoud aan de woningen. Onderhoud en renovatie stellen we vaker uit, net als veel eigenaren van koopwoningen dat in deze tijd doen. Minder nieuwe woningen bouwen voor woningzoekenden. Vooral starters, ouderen en gehandicapten merken dit. De kosten van de organisatie verder verlagen. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening naar onze klanten. Om de helft bij u in rekening te kunnen brengen, moeten wij de huur dit jaar met 4% verhogen. U betaalt 1,5% verhoging, de rest is inflatie. Deze verhoging geldt voor alle huurders, ongeacht de hoogte van het inkomen, behalve als u in een sloopand of in een studentenwoning van vestide woont. De huurverhoging van 4% is lager dan wat de minister heeft bedacht. Woonbedrijven vindt namelijk dat mensen een prijs moeten betalen voor wat ze krijgen. Uiteindelijk betaalt u iets meer of minder dan 40 euro extra per maand, afhankelijk van de kwaliteit en ligging van uw woning. Hierbij speelt uw inkomen dus geen rol. Dit besluit geldt alleen voor dit jaar. Heeft u vragen? Neem dan contact op met klantenservice op nummer 040 243 43 43 of kijk op woonbedrijf.com.